Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En vandaag heb ik twee gasten, Madeleine van Torenburg en Adriana Hernandez. En natuurlijk, centraal staan de Provinciale Statenverkiezingen. Even voordat we beginnen, Madeleine, jij zit 12 jaar in de Tweede Kamer namens het CDA. En jij bent lijsttrekker van 50PLUS voor de waterschapsverkiezingen. Komen we zo dadelijk wel even op. Hoe bevalt het om 12 jaar Kamerlid te zijn voor het CDA? Ja, het is af en toe even schrikken dat ik hoor dat ik het al 12 jaar doe. Want het lijkt echt een dag van gisteren dat ik ben begonnen. Ik merk wel dat er heel veel nieuwe collega's zijn die dan toch even met mij langskomen. Hoe doe ik dat nou handig? En ik merk dat ik soms heel effectief ben omdat ik net een manier weet te bedenken waarop iets aandacht krijgt. Waarom ik echt het verschil kan maken. Dus het helpt soms wel. En hoe doe je dat? Nou, er zijn vaak dingen waar je andere partijen met je mee kan helpen. En heb je dus wat ze noemen de gunfactor, dat ze graag willen dat je met ze optrekt. Ik weet dan net een beetje handiger een kabinet te bespelen, dat ze gaan doen wat ik wil. Dus het zijn toch wel de dingen, zeker voor ook veiligheid en justitie, Brabants geluid laten horen. Ja, dat lukt me altijd wel, dus het helpt als je er een poosje zit. Ja, want CDA is ontstaan uit drie partijen. He, Christen Historische Unie, Katholieke Volkspartij en de Anti-Revolutionaire. Kijk! En van welke tak was jij? Ik kwam zo binnenvliegen. Ik kwam zo van de zijkant binnenvliegen. Ik was natuurlijk directeur hier van de jeugdinrichting in Vught. Ja. En was eigenlijk daarvoor helemaal niet zo politiek actief. Oh, is maar, dat zo? Ja, maar vond dat het op jeugd en met die kwetsbaarheid van de jeugd, maar ook de kleine misdadige jeugd, dat het daar gewoon niet goed mee ging in het beleid. Dus ik dacht, ik ga naar de Tweede Kamer. Ik ga naar het CDA, naar de Tweede Kamer. Maar en waarom koos je voor het CDA? Nou, ik ben echt van een middenpartij. Volgens mij moeten we daar de oplossingen zoeken. Ik geloof ook heel erg dat je mensen zelf kan versterken door het verschil te maken. Niet zo vanuit de overheid en ook zeker niet en misschien nog wel veel minder de markt. Dus ik ben gewoon echt een middenclub. Weet je, het versterken van mensen zelf, van de lokale initiatieven. Van kijken naar kwetsbaarheid. Dat is iets waar ik altijd mee bezig ben. Dus ook de kwetsbaarheid van de jeugd en van slachtoffers. Dus dat is wat ik wilde. En toen had ik een sollicitatiebrief geschreven. En dacht ik, maar naar wie stuur je die dan? En toen dacht 12 jaar geleden, dat zal dan. Ik heb hem gewoon naar Balkenende gestuurd. Oh, okay. En kijk, het werkte. En hij zei niet meteen van, je kijkt zo lief. Nee, helemaal niet. Want ik kwam ook nog eens een keer bij hem aanzetten met, ik vind eigenlijk dat je het op jeugd een beetje anders moet doen. Dus ik kwam solliciteren, maar zei, het moet anders. En toch waren ze eigenlijk heel erg bereid om het verhaal vanuit die ervaring uit deze regio, van deze inrichting, mee te wegen. En toen kwam ik op de lijst en toen knipperde ik drie keer met mijn ogen en ik zat in de Tweede Kamer. Nou, hoe mooi kan het lopen? Zo kan het gaan. Maar ik zag bij onder andere Jinek, zag ik dat een hele hoop, want het gaat natuurlijk ook over de waterschapsverkiezingen. En toen verbaasde ik me dat er heel weinig Tweede Kamerleden zijn die nou precies weten wat. Ja. Waar het over gaat. Waar gaat het nou over, Adriane? Ja, kijk eens. Waterschapverkiezingen waren vroeger niet zo bekend. Tegenwoordig, al een paar jaar, gaan meer politieke partijen actief meedoen aan deze verkiezingen. Waarom? Omdat de ingezetenen niet genoeg vertegenwoordigd waren. Wat doet het waterschap? Namelijk waterbeheer, natuurlijk, veiligheid van onze dijken en het niveau van het water te bepalen en verschonen van het water. Zo simpel is dat. Maar wat politiek kun je daar aan brengen of wat de verschillen tussen partijen kunnen zijn, dat kun je gewoon aan alle programma's zien. Maar basis is hoe jij besteedt het geld op een bepaalde manier dat voor iedereen eerlijk is. Dus 50PLUS in dit geval gaat alleen maar voor een redelijk belastingstelsel waar iedereen gelijk betaalt. En niet iemand meer dan ander of dat in dit geval de ingezetene voor de grootste deals gaat betalen. Ja, dus maar het blijft vreemd, Adriana, dat ik ben ook door de stad gegaan. Ik heb wat mensen gevraagd, joh, niet waar ga je op stemmen overigens, maar weet je wat het is? Ja. Waterschapsverkiezingen. En ik kan je vertellen, bijna niemand weet wat het is. Nee, maar het is een groot verschil. Men denkt water is gewoon drinkwater. Ja. Drinkwater. Maar dat gaat pas na dat wij het water verschoond hebben. Tegenwoordig gelukkig maar met het hele thema van duurzaamheid. Wij zijn een beetje meer bewust geworden dat wij ook met water voorzichtig mee moeten gaan. Dus hoe moeten wij niet zoveel eten in het water gooien? Of hoe moeten wij gewoon onze papieren in de vuilnisbak gooien, niet in het water? Omdat het water wordt vies. En hoe
vieser het water is, hoe moeilijker het is voor ons om dat schoon te maken. Maar om, voor de duidelijkheid voor iedereen, water is schaap, schoon het water. En er zijn bedrijven die drinkwater gewoon aan ons toegeven. Maar dat staat dan los van zeg maar, het watertekort wat er nu is. Hè? Want ik las dat er 1 miljoen huizen gevaar lopen omdat die op palen zijn gebouwd. Te droog. Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Nog hebben wij dit jaar geconstateerd dat de milieu verandert. Ja. Er komen nog meer periodes met droogte. En daar moeten wij iets aan doen. Dat betekent ook voor het waterschap een nieuwe uitdaging. Omdat vroeger was alleen voor droge voeten. Maar wij zeggen dat binnen de partij, nu is het tijd voor natte laarzen. Dus wij moeten echt een balans zien te vinden waar genoeg water is, zowel voor de gewassen, maar voor natuur. Om genoeg aanvoer van water te kunnen brengen in het geval van droogte. Maar ook beslissingen nemen en daarom gaat iedereen stemmen van hoe gaan we dat doen. Want daar gaat het om. Gaan we water ergens bewaren of gaan we gewoon op het moment dat het droog is gewoon de stuwen openmaken om meer water binnen te laten. En daar gaan de verkiezingen ook over. Nou, dat klinkt vrij logisch eigenlijk. Nu staan deze verkiezingen natuurlijk ook wel in het teken van de Eerste Kamer. De provincie, hè, de provinciale staten, die kiezen zeg maar de Eerste Kamer. Jouw partij is natuurlijk lid van de coalitie. Maar de voortekenen om meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer, die is er niet. Is dat de reden waarom dat de landelijke kopstukken zo prominent aanwezig zijn deze keer? Nee, eigenlijk is dat altijd al wel zo, omdat media het fijn vinden om mensen toch even te laten zien die wat meer bekend zijn. Ja, daarom zitten jullie hier. Ja, dat gebeurt toch. En tegelijkertijd, ik wil natuurlijk heel graag dat iedereen op het CDA stemt, want het mooie programma's zijn, zeker ook hier in Brabant. Gewoon dingen dicht bij mensen organiseren. Weet je, niet alleen kijken naar grote bedrijven, maar ook naar midden- en kleinbedrijven, familiebedrijven, veiligheid. Allemaal belangrijke Brabantse thema's. En tegelijkertijd vind ik het ook helemaal niet zo'n drama als er geen meerderheid zou zijn in de Eerste Kamer. Ik heb in de Kamer gezeten, je zei het al, 12 jaar, dus ook in die gedoogconstructie. Ik vond het prima dat je een beetje meerderheden moet zoeken op onderwerpen. Ik vind dat dichtgetimmerde helemaal niet leuk. Nee. Ik vind het juist interessant om te kijken, krijg ik jou mee, krijg ik 50PLUS mee, krijg ik de SP mee of wie krijg ik mee op een thema. Dus ik vind het niet zo erg. Maar wat ik wel heel erg vind, is dat er politieke partijen zijn. En het zijn in ieder geval niet 50PLUS of het CDA, maar het zijn andere politieke partijen. Denk ook een beetje aan de PVV, maar zeker aan DENK en Forum voor Democratie. Die interesseren die provincies 0,0. Ja. En dat vind ik wel heel erg. Dat ze daar niet eens wonen. Dat ze daar geen belangstelling voor hebben. Ja. Dat ze mensen op de lijst zijn die niets met de provincie hebben. Alleen maar voor de Eerste Kamer. Ja. Nou, ik kan je vertellen, heel veel dingen worden geregeld provinciaal. Heel veel wegen, aandacht voor lokale media, aandacht voor lokale bedrijven, wordt allemaal gewoon hier in Brabant gedaan. Ja. En daar zijn partijen voor nodig die het echt wat kunnen schelen wat er met de Brabander gebeurt. En dat zijn niet bepaalde politieke partijen die denken het is alleen maar een soort voertuig om het in Den Haag te kunnen vertellen. Het gaat niet om Den Haag. Ik ben een van de weinige Kamerleden die ook elke dag nog van Den Bosch naar Den Haag gaat en vooral weer lekker aan het eind van de dag terug naar met huis. Met de trein natuurlijk. Met de trein of met de auto. Als ik niet meer naar huis kan komen, doe ik het met de auto. Omdat ik het belangrijk vind dat ik een Brabants Kamerlid ben. Ik ben geen Haags Kamerlid. Nee. En de rest gaat allemaal binnen een week, hup, in Den Haag een appartement zoeken. Dat is mooi gezegd. Ja. En zijn daar. Dat is mooi gezegd. Alleen ik kan me zo voorstellen, want jij hebt natuurlijk ook meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat klopt. Ik denk dat het merendeel van de kiezers, die interesseren die provinciale staten eigenlijk zo weinig. De opkomsten zijn altijd dramatisch slecht. Ja, de kwestie is dat. Ja, precies. Nee, ja. De mensen willen dat wij als politieke partijen dichter bij hen zijn. Wij proberen dat wel. Ik denk dat wij twee van de partijen zijn die het meest dicht bij de mensen zijn. Maar wat gebeurt dat? De mensen weten niet precies wat de provincie doet. Net zoals waterschap. Allemaal draait in de media over Tweede en Eerste Kamer. Dus als meer ruimte was
voor de provinciale staten en voor waterschappen, mensen zouden meer betrokken zijn. Nu, helaas, moeten wij zover zijn dat het weer veranderd is en dat we moeten ons daaraan passen. Iedereen gaat meer opletten over wat gaat gebeuren in mijn dorp, in mijn kern, mijn busvervoer of de dorpen sterven. Er zijn verzorgingshuizen die gesloten zijn en dat gaat allemaal op provinciale niveau een bepaalde impact hebben. Ja, op een of andere manier krijgen de provinciale afdelingen van de landelijke partijen, en want er doen ook lokale partijen aan mee, maar die krijgen het niet voor elkaar om te zorgen dat mensen ook gaan zien wie die mensen eigenlijk zijn. Op zo'n hele lijst. En het is een hele lijst, hè? Ja. Nou, het valt af en toe wel mee. Als je ziet, met name in Brabant, is er echt nog wel belangstelling voor de lokale partijen. Het valt me op dat als ik mensen op straat tegenkom, dan hebben ze nog wel een beetje idee van nou, welke partijen doen hier mee. Mm-hmm. Maar de focus is te veel op het Haagse. Precies. Ja. En dat is natuurlijk waardeloos. Dat vinden wij gewoon waardeloos. Ja. Want het gaat uiteindelijk om de... Kijk, waar het vooral ook om gaat, waar we elkaar altijd... We hoeven vandaag niet zo heel erg het verschil uit te vergroten, vind ik ook minder belangrijk. Waar het ons allemaal om gaat is, hoe zorgen we ervoor dat ook oudere mensen in onze dorpen gewoon met openbaar vervoer ergens naartoe kunnen. Daar is helemaal geen aandacht voor. Als je naar het landelijke kijkt, je kijkt naar bijvoorbeeld een bewindspersoon van D66, die is eigenlijk alleen maar bezig met hoe kunnen we trein- en busverbindingen maken in de rest van het land. En ze stopt gewoon bij een deel van Brabant. Denk ik, hoe kan het? Nee, maar dan, eens, maar... Er speelt natuurlijk veel meer. Hè. Brabant is natuurlijk de laatste jaren best wel negatief in het nieuws gekomen door alle criminaliteit rondom drugs. Ja. Maar wat wordt eraan gedaan? Ja, nou dat is wel een aardige, want je ziet dat met name ook de VVD in de vorige periode, die wilde bijna al die Brabantse zaken, die taskforce, weet je, afschaffen. Ja. Mm-hmm. Het kon wel in het algemeen. Wij hebben er als CDA voor kunnen zorgen dat er meer politie is gekomen naar Brabant. Zeker ook nu in het nieuwe coalitieakkoord meer recherche. Want je wil natuurlijk wel de echte foute gasten uit die organisaties aanpakken. We hebben een initiatiefwet bezig om motorclubs te verbieden. Die houden hier ook huis. We willen ervoor zorgen dat er veel meer geld nog komt in dat hele afpakfonds dat we hebben. Dus er zijn allerlei dingen waar we voor hebben kunnen zorgen. En eigenlijk, ik durf het wel bijna arrogant te zeggen, dankzij het CDA staat die hele ondermijningsaanpak in het regeerakkoord. Daar zijn we natuurlijk mee bezig geweest, want we zeiden het kan niet zo zijn dat voor de feestjes in Amsterdam de Brabander hier in de drek zit. Ja, maar goed, dat is iets wat 50 plus heeft gezegd rondom zeg maar de criminaliteit. De criminaliteit, ja, en daar doen we heel actief mee ook. Wij denken mee. Natuurlijk nou op gemeentelijke niveau en op provinciale niveau zijn we bezig met de veiligheidsregio. Initiatieven. Dus dat betekent dat wij gaan samenwerken, dat doen we al, maar nu intensiever op ondermijning te bestrijden. Dat is gewoon een feit, daar moeten wij gewoon hiermee stoppen. Maar wat ook belangrijk is en men niet denkt, is dat wij allemaal verantwoordelijk daarvoor zijn. Als wij zorgen dat onze wijk veilig is, als iedereen iets ziet en daar doorgeeft, dat is gewoon heel makkelijk. Wij zitten nu in een maatschappij die meer participeert, die meer meedoet. En 50PLUS doet daaraan mee. Dus het is niet alleen beleid, het ligt niet meer alleen aan de politie. Dat doen we samen, dat doen we allemaal. En we willen meer veiligheid in de wijken, maar dat betekent ook verantwoordelijkheid van de mensen die in de wijken wonen, om gewoon goed te kijken en zo nodig een belletje te doen en wordt opgelost. Ik begrijp het, alleen er zijn natuurlijk best veel mensen die een beetje het geloof in de politiek zijn kwijtgeraakt door juist al die one-liners. We moeten samenwerken, schouder aan schouder. Ja. Ik kan het niet eens meer horen als ze dat zeggen. Ja, maar dat schouder aan schouder. Nee, heel veel van ons. Er gebeurt verder eigenlijk niks. Het wordt geconstateerd en er wordt gezegd, nou, we gaan het goed bestuderen en we moeten met elkaar gaan samenwerken. Nou, maar dat is natuurlijk, niet waar als je kijkt naar de veiligheidsregio's, de Taskforce Brabant. Die heeft er echt wel voor kunnen zorgen dat er een heleboel belangrijke dingen zijn gebeurd. Ja. Ook, we hebben natuurlijk voor gezorgd dat in die wetgeving een aantal dingen zijn veranderd. We zijn nu bezig met informatie delen dat de ene gemeente waar iemand daar niet een bedrijf mag beginnen, niet naar de volgende gemeente kan doorschuiven. Ja. Ja. Die aanpak van de foute vakantieparken. Ja. Er zijn een heleboel dingen wel gedaan. Maar ik ben het met u eens dat je wel moet zorgen. Zeg gewoon jij en jou, hè? Oké. Dat je, wat wij natuurlijk graag willen, is dat als in een gemeente iets wordt gedaan en er wordt een pand afgepakt,
dat gewoon teruggegeven aan de buurt. Dat daar een mooi buurthuis kan komen. Ja. Daar zijn nu regels voor bedacht die daar nog een beetje ingewikkeld in zijn. Daarvan hebben we gezegd dat moet echt anders. En dat gebeurt nu ook steeds meer. We hebben laatst kunnen oefenen met een boot die is teruggegeven aan een school. Nou, we zijn hier ook in een aparte schoolgebouw. Dat is wat je wil. Ja. Dus dat mensen zien, hey, wacht eens, het is dus helemaal niet zo dat die misdadiger het voor mij fijner maakt in mijn buurt. Want dat doen ze namelijk niet. Nee. Maar dat de overheid wel naast me staat. Dus het gebeurt al wel steeds meer. Maar het begint natuurlijk bij de politie. Het vorige kabinet. VVD en Partij van de Arbeid hebben die hele politie, zeker ook in Brabant, echt tekort gedaan. Absoluut. Ze waren meer bezig als een soort taxibedrijf van A naar B. Hadden geen bureau meer open. Hadden geen mankracht, letterlijk en figuurlijk, in geen velden of wegen te bekennen. Ja. Daar hebben we allemaal verandering kunnen aanbrengen. Maar overigens, die kentering was natuurlijk ook al in die periode daarvoor ingezet. Toen het CDA natuurlijk... Nee, we hebben nooit bezuinigd op veiligheid. En dat zie je natuurlijk helaas... Nee, niet helaas op veiligheid, maar wel om zeg maar het probleem te bagatelliseren. Wil ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Maar zo serieus actief beleid... Ja. Kijk nou naar bijvoorbeeld... ik gooi trouwens gewoon alles door elkaar, hè. Dames, jullie grijpen gewoon in als ik het weg ga, hè. maar kijk nou bijvoorbeeld naar de bedreigingen van burgemeesters en van politici. Heb jij ooit daar iets van meegemaakt overigens? Nee, gelukkig maar niet. Maar ik ken de situatie. En ik denk dat is het resultaat van één beleid die werkt. Op het moment dat jij als burgemeester of als beleidsmaker beslissingen neemt en dat in die richting acteert, natuurlijk... Van de andere kant kun je verwachten reacties. En die zijn de reacties. Zij willen mensen bang maken om gewoon zich terug te trekken van hun beleid. Ik zou het zeggen, sterker nog, wij moeten gewoon doorgaan, want dat betekent dat het werkt. In het waterschap hebben wij heel veel problemen met alle drugs die gedumpt worden in onze velden, in ons water, in uw water. En daar hebben wij heel veel mee te maken. Wij werken samen met de politie Brabant Automatisch, met de gemeenten. En wij gaan gewoon door. Wij stoppen niet. En wij zijn gewoon voor niemand bang. En ik denk dat is de houding. Dat is heel belangrijk. Hoe sta jij er tegenover, Madeleine? Daar begint het mee. Maar vervolgens moeten we er ook voor zorgen dat we de burgemeesters en de wethouders en ook de raadsleden die zich uit moeten kunnen spreken, dat we die voldoende beschermen. Daar hebben we allerlei regels voor gemaakt, dat ze ook daadwerkelijk worden geholpen, samen met de VNG. Ferdinand Grapperhaus heeft nu aangekondigd dat hij toch die straffen hoger wil hebben, want blijkbaar schrikt dat onvoldoende af. Dat is wat we doen. We willen die organisaties die daar natuurlijk actief in zijn, beter aanpakken. Daar is meer recherche voor. Dus behalve dat we het niet accepteren en dat het inderdaad begint te werken. De politie merkt dat het werkt. De OM merkt dat het werkt. Maar ook de misdadigers merken dat het werkt. Dus die proberen daar druk tegen uit te oefenen. Ja, dan zou je dus nooit voor aan de kant moeten gaan. Dat betekent dus ook, en daar hebben wij een initiatief voor genomen, dat het bedreigen van de burgemeester is niet alleen de bedreiging van de burgemeester, maar het is ook de bedreiging van onze democratie. En dat maakt dat je daar een andere strafbepaling voor moet maken met een hogere strafmaat. Want het is niet alleen maar het klieren tegen een gemeentehuis of tegen een raadslid of tegen een wethouder. Maar je wil gewoon wat we met elkaar bedacht hebben onderuit brengen. Ja. En daar moeten we beter tegen op kunnen treden. Maar dat begint dan natuurlijk bij zeg maar het screenen van, ik noem maar even een voorbeeldje, de raadsleden van de gemeentes. Ja, absoluut. Ja, en wij doen dat. En volgens mij doen jullie het ook. Maar niet alle politieke partijen doen het. Die denken, weet je, ik zie wel wie er op mijn lijstje wil komen staan. Ja. Al wonen ze niet in de provincie. Wat Forum voor Democratie en Denk betreft. Of niet in de los. Het schelen. Precies, nee, maar tegenwoordig dat is eigenlijk een must. Ik denk dat is een samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt. Er zijn VOG's neergelegd van minstens de eerste 5 of 10 kandidaten. Dat lijkt me wel verstandig. Dat kun je nooit altijd vermijden dat dingen gebeuren. Maar minstens kun je zeggen, oké, moreel gezien hebben we ons best gedaan. Tot nu toe, minstens in onze partij, hebben wij nooit een probleem daarover gehad. Dus ik hoop dat wij zo blijven. Maar voor alle partijen. Hè? Ja. Voor alle partijen. Maar het is natuurlijk inderdaad, het is wel een probleem. Tuurlijk is het. Maar goed, ik wil toch nog even een paar dingen aansnijden. Want de tijd die zit er alweer bijna op. Wat zou nou het belangrijkste topic zijn voor de verkiezingen nu? 20 maart. Nou, dat is zorg dat we niet alleen naar Den Haag kijken, maar dat we vooral ook kijken naar wat doet de provincie voor mijzelf dichtbij. Als je ziet hoe Marianne van der Sloot en haar team ook de afgelopen periode bezig is geweest vanuit het CDA
om dingen heel nabij mensen te regelen. Kleine kernen. Juist ook lokale omroepen ondersteunen. Het midden- en kleinbedrijf. De familiebedrijven helpen. Zorgen voor openbaar vervoer. Alles dichter bij mensen. Niet alleen dat mega brainport. Hartstikke leuk. Maar het zijn de bedrijven dichtbij die het moet organiseren. Nu zeggen dat wel meer partijen. En die gaan ook zeg maar... naar die kleine kernen toe. Ja, maar het is een beetje dat ze gelukkig het CDA daarin volgen, dan dat ze er altijd mee bezig zijn geweest. Zeg je dat toch heel mooi. Ja, maar vroeger, als ze kijken naar een gemeente als Nuenen bijvoorbeeld. Hup, het moet allemaal maar heringedeeld worden. Ja. Gewoon niet omdat men het wil, wat hier in Den Bosch voor een belangrijk deel zo was, maar omdat zij vonden dat het moest. Wat de VVD betreft, wordt heel Brabant in vieren verdeeld. En de rest, weet je, prima, regel het gewoon even zo. Terwijl we zien dat juist dan het alleen maar duurder wordt voor mensen. Ja. De WOZ-waardes gaan omhoog in die gemeente. Waarom? Omdat het veel duurder is om het op een grote schaal te regelen. Dus wij als CDA vinden dat je het op een kleine schaal moet kunnen regelen. Maar maak dan ook een flexibel ambtenarenteam die gemeentes helpt om dingen te regelen. Ja. Nu zeggen ze, maar het is zo moeilijk voor een kleine gemeente. We gaan daarom reorganiseren en herindelen. Nee, dan moet je ervoor zorgen dat het daar wordt beter plus wordt geregeld. De identiteit van die bewoners van die gemeentes. Die vervaagt. Die vervaagt. Dan gaan we ze allemaal buurtverenigingjes organiseren. Vervolgens gaan we die terecht ook instemmingsrecht geven. Want we vinden het belangrijk. En vervolgens heb je dus alleen maar een nieuwe bestuurslaag georganiseerd. Ja. Nou, dan ben je lekker slim bezig. Ja. Even tot slot. Adriana. We weten nu inmiddels hoe belangrijk het waterschap is. Heb jij verder nou nog... Want je hebt al meegedaan aan... de gemeenteraadsverkiezingen voor 50PLUS, weer voor het waterschap nu. Mm-hmm. Zit er nog steeds ook een kans voor landelijke, want als ik jullie hier zo zie zitten... Nou, ik moet eerlijk zeggen, momenteel ben ik heel blij in Brabant. Ik heb 6 jaar bij het hoofdbestuur gezeten van de partij in Den Haag. Dus daar heb ik een beetje gekeken. Dus ik blijf gewoon lekker in Brabant. Ik doe heel goed, heel graag. Ik steun op dit moment mijn provinciale team met Jan Frans Brouwers. En wij willen heel graag een ouderenbeleid hebben. Dat betekent dat wij willen een dossier die alleen hiermee bezighoudt. En dat om te beschermen dat alle dorpen en kleine kernen die dreigen te verdwijnen, weer tot leven brengen. Dat is op dit moment onze allerbelangrijkste standpunt en alle onze politieke standpunten draaien daarom. Dus ik zou het zeggen, ik nodig jullie uit, kijk de programma's, neem de tijd en vooral ga stemmen. Ja, we zijn het helemaal over eens. Dat zijn jullie toch eenduidig. Mag ik je hartelijk danken voor de komst? Graag gedaan. Dankjewel, Adriana. Dankjewel, Benio, zoals altijd. Tegen de kijkers thuis en online zeg ik hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. Vandaag waren mijn gasten Madeleine van Torenburg van het CDA en Adriana Hernandez van 50PLUS. 20 maart kun je gaan stemmen. Ik zou zeggen, er zijn diverse stemwijzers. Ik hoop dat je er wijzer van wordt. In ieder geval veel succes met stemmen en graag tot volgende week woensdag. Tot dan.